ISM zadels hebben bewezen 100% bloeddoorstroming voor de fietser te hebben vanwege hun unieke gepatenteerde ontwerp. Zadels op basis van traditionele ontwerpen veroorzaken gevoelloosheid en verlies van de bloedtoevoer naar de geslachtsorganen. Wij laten u zien waarom dit het geval is en hoe de instelling van uw ISM zadel anders moet zijn dan die van een traditioneel zadel. Wanneer de rijder op een traditioneel zadel zit, veroorzaken de gebogen vorm en de smalle neus compressie van weken delen, zenuwen en slagaders hier getoond. Professionele rijders en coaches weten dat het naar voren draaien van de heupen de krachtproductie kan verhogen, maar dit verergert de zenuwcompressie en het verlies van de bloedstroom bij traditionele zadels naarmate de atleet verder naar zijn perineum roteert. ISM-zadels daarentegen zorgen voor een 100% bloedtoevoer, waardoor gevoelloosheid tot het verleden behoort. Onze zadels hebben een uniek ontwerp met twee voorstukken en een diep middenstuk, die de zitpotjes van de rijder ondersteunen in plaats van gewicht op het perineum te brengen. Door het unieke ontwerp van ISM-zadels is er geen zenuwbelasting, zelfs niet als de rijder zijn heupen naar voren kantelt. Ze moeten anders worden geplaatst dan traditionele zadels. We zullen deze eenvoudige stappen voor u beschrijven. Bij traditionele zadels heeft de fietser de neiging om naar achteren te zitten met de neus van het zadel tussen de benen van de berijder in. ISM heeft 5 tot 8 centimeter van de zadelneus verwijderd, dus het zadel moet ook zoveel verder naar achteren gemonteerd worden. Wanneer het zadel niet ver genoeg naar achteren is gemonteerd, voelt het zadel aan de voorkant te breed aan. Als je naar het vooraanzicht kijkt, zie je ook dat de bekkens bij ISM-zadels iets lager komen vergeleken bij traditionele zadels. Het ISM-zadel moet vanaf de bovenzijde gemeten ongeveer 5 mm lager staan om dezelfde positie te behouden. Zoals je kunt zien, hoewel het ISM-zadel verder naar achteren zit en iets lager is dan het traditionele zadel, is de positie van de rijder niet veranderd. ISM-zadels positioneren zich gemakkelijk naar een optimale locatie onder het lichaam van de rijder.